Hallo. Van een kennis kreeg ik onlangs het verzoek om een kleine animatie te maken op dit logo. Dat is een logo op een website over fietsen. En met wat fantasie herken je hier een fietsje in met frame, maar dit is ook een glimlach en twee oogjes of het hoofd van de fietser. Zo, leuk logo. Wat kun je daarin animeren? Wieltjes laten draaien, heeft niet zo'n zin. Het laten glimlachen, dat is iets te moeilijk even voor nu. Maar dit oogje, dat wil ik laten knipogen. Dus dat gaan we doen. En ik zal even laten zien hoe dat geworden is. Hier is het clipje, let op. Een knipoogje. Nou, hoe doe je dat nu? Je zet hier, dit is het logo. En ik moet dus een ooglid hebben wat het hele oog bedekt. En dat ooglid ga ik dan animeren. Dus eerst maar eventjes het hele oog bedekken met een ooglid in dezelfde kleur als het huidige ooglid. Nou, dat doe je met een generator toevoegen. Dus ik open eventjes mijn browser window en ik ga hier naar de generators. En daar zit een heleboel soorten in. En bij de elements zit een shape en die gaan we gebruiken. Ik druk op de Q en hij staat in de tijdlijn. Ik wil dat hij 2 seconden lang wordt. Dus ik selecteer de clip. Ik toets command D, de D van duration. Hij is nu standaard 10 seconden en 1 frame. Ik druk op 2, punt, enter. En nu is die precies 2 seconden. Ik zoom even iets in op de tijdlijn. Dit is 2 seconden. De kleur van dat rondje is standaard wit, maar dat kun je instellen in de eigenschappen van deze generator. Die eigenschappen die staan dus hier onder dit knopje van de generator. En hier zie je dus de generator staan. De shape is een cirkel. Er zitten meer shapes in. Een vierkant en een pentagon en nog veel meer, maar we nemen nu de cirkel. En die heeft een bepaalde kleur en die heeft een outline color, een randje. En dat randje heeft een bepaalde breedte. En dat randje kun je ook weer instellen in allerlei kleuren. Maar we gaan helemaal geen randje gebruiken nu. Dus ik zet de outline zet ik uit. En de kleur wil ik precies hebben als de huidige kleur van het ooglid. Dus ik klik op het kleurenvakje. Dan krijg ik hier de kleuren kiezen te zien. Ik zal hem even iets dichterbij halen. Hier zo. Dit is de standaard kleurenkiezer. Er zit een pipetje in. En met het pipetje kan ik dus een kleur nemen van alles wat er op het scherm te zien is. Dus dit of dit of dit. Nou, als ik daarop klik, dan is nu het rondje, het ooglid, heeft de goede kleur. Ik sluit de kleurenkiezer. Nu moet ik dit kleiner maken, zodat het net zo groot wordt als dit. En dat doe je bij roundness. Dat kun je instellen door dit te verschuiven of door op de getalletjes te staan en daarop te schuiven of hier een numerieke waarde in te geven. Als ik hier dubbel op klik, mag ik een getal invoeren, bijvoorbeeld 200, enter. En dat blijkt de goede maat te zijn. Ik ga even inzoomen op dit gebied, zodat het wat makkelijker te zien is. Momenteel, dit is een 16:9 formaat en het is HD. Maar ik zet 38% staat hier nu dus op fit. Maar ik wil eventjes wat groter zien. 200%. Nu zie ik 200% van het HD beeld. En dat wordt afgebeeld door het grijze vlakje. Dat is het eigenlijke formaat van mijn materiaal. En dat kleine rode vlakje is waar ik nu op ingezoomd ben. Zoals waar een vergrootglas over het project. En nu kan ik dus iets preciezer doen wat ik wil. Nou, ik zet hem er heel precies even overheen. Zo. Niet meer aankomen. Je ziet dat het een schaduw heeft. En dat wil ik niet. Dus ik zet de schaduw helemaal doorzichtig. Nou, nu gaan we een animatie erin maken.
En ik ga dus een masker eerst tekenen. Masker zit hier bij de effecten, bij de afdeling masks en keying. En ik ga zelf een masker tekenen. Het is een van die standaard maskers, daar heb ik niks aan. Ik moet het zelf gaan tekenen. Dus dat is draw mask. Ik sleep dat over het masker heen. En nu mag ik de eerste puntje, control point, mag ik neerzetten. Je ziet een plusje bij het pennetje staan. En als ik nu klik, wordt er een control point neergezet. Nou, dat ooglid loopt ongeveer zo. Nou, als ik nu weer bij het eerst gezette puntje kom, dan is de figuur gesloten. En er komt ook een rondje naast het pennetje te staan. En dan is het masker klaar. Nou, ik heb er eentje niet goed gezet. Dus die corrigeer ik eventjes. En ik verdeel de andere puntjes, verdeel ik een beetje. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik zet deze eigenlijk een beetje meer in het midden. En die een beetje daar. En die een beetje daar. Nou zijn die control points. Die kan je op twee manieren instellen. Lineair en rond. Nou, je snapt dat ze nu lineair zijn, maar dat rond mooier is. Behalve deze. Deze wil ik eigenlijk wel zo scherp, zo hoekig houden. Maar alle andere mogen rond zijn. Nou, ik ga ze allemaal selecteren door er een maskertje eroverheen te zetten. Zo, nu zijn ze allemaal geselecteerd. Dat kun je zien omdat er nu een wit puntje in elk control point staat. Als ik nu op één van die control points klik, kan ik ze allemaal in één keer omzetten naar smooth. En nu zijn ze allemaal smooth. Maar ik wil deze eigenlijk dus scherp houden. Dus ik ga eventjes een stapje terug. Zo, nou is het weer ongedaan gemaakt. Ik hou mijn shift knop ingedrukt en ik deselecteer deze. Kijk, die doet nou niet mee in wat ik ga doen. Als ik nu rechts klik en ik zet smooth, dan zijn deze scherp gebleven. En deze, die zijn nou rond geworden. Dan kun je met die stokjes, kan je nog precies, als dat stokje dus evenwijdig staat met de ronding van de figuur, dan zal die heel mooi rondlopen. Nou, dit is mijn masker. Ik ben hier wel tevreden over. Dit kan weer dicht. Scheelt weer ruimte. Nou is mijn hele clipje is 2 seconden. En dan ga ik ongeveer in het midden staan. Dat is het punt waar ik het oogje dicht wil hebben. Daar zet ik eventjes een markertje. Dus met de M. Zet ik een klein merktekentje. En ik ga een paar framepjes, een stuk of 5, 6 framepjes opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6 framepjes. Daar zet ik ook een markertje. En vanaf dit 1, 2, 3, 4, 5 framepjes opzij. En ik zet hier een markertje. Nou wil ik dus in dit tijdsbestek wil ik dat het oogje even dicht gaat. Dus op dit moment is mijn maskertje zoals het nu is. Dus ik ga het maskertje eventjes selecteren. Ga ik hier. Dit is het, de normale editor van de inspector. Dit is het masker. Dat kan ik aan en uitzetten. Ik kan het masker, als ik het precies andersom had moeten zijn, kan ik het masker inverteren. Door hierop te klikken. Dat is precies andersom. En hier staan al die control points. Elk control pointje zit ergens op een X- en een Y-as. En die staan hier. Ik heb 1 keyframe. En ik zet dus hier 1 keyframe. Dat wil zeggen, op dit moment in de tijd is het zoals het nu is. En dat moet hier ook weer zo zijn. Want hier is het oogje weer open. Dus daar zet ik ook 1 keyframe. Dus ik heb daar 2 keyframes gezet. En er gebeurt niks. Dat klopt. Nu, op dit moment, op dit punt, ga ik het ooglid dicht maken. Dus ik ga 1 voor 1 al die
keyframe zetten en ik zet ze op de rand van het oranje cirkeltje. Je ziet nu dat ik dus dit ook weer evenwijdig moet gaan zetten aan dat oranje cirkeltje. Zo. Die ook. En ik kan aan die stokjes trekken. Hier. En deze. Je kan nog iets doen met die stokjes. Want je ziet dat ze nu zijn ze gekoppeld. Maar als ik rechtsklik op het uiteinde van zo'n stokje, een hendel heet het officieel, kan ik die hendel breken. En nu kan ik elk hendeltje apart bewegen. Dus ik kan daar hele complexe figuren mee maken. Ik kan ze in deze stand kan ik ze weer linken. En nu blijft de hoek tussen die twee hendeltjes blijft gehandhaafd. Hier. Maar in dit geval wil ik dat niet. Dus ik zet ze weer eventjes in één lijn. Zo. En ik koppel ze weer. En ik zet dit goed. Nou, het oogje is nu dicht. Oh, dit is die lineaire. Ja. Nou, het oogje is nu dicht. En op deze twee punten is het weer weg. Dus dit is de animatie die we wilden hebben. Nou, dan zou ik daar nog een geluidje onder kunnen zetten. Dat is een woesje geluidje. Nou, die had ik al opgezocht. Al die geluidjes die staan hier bij muziek, sound effects. En dan zoek je dat op wat je wil. En in dit geval had ik een woesh cartoon staan gevonden. Dus deze. Ik selecteer hem en ik klik op de Q. En daar staat hij. Ik kan hem ietsje inkorten. Hij mag ietsje eerder komen. Ietsje naar voren halen. Nou, dit is wel leuk. Nou, ik zoom eventjes in op het hele project. Ik maak hem even weer op fit. Zo. En hier zie je dus wat het geworden is. Meer kan ik er niet over vertellen. Dus ik dank je voor je aandacht.